kamer vol. Maar dat betekent niet dat hij niet ouder kan worden, want hij kan wel 25 tot 30 jaar oud worden. Zo. Jari die is eigenlijk bijna volwassen, dus die zal binnenkort vertrekken naar een andere dierentuin. Om daar om te kunnen fokken. Er zijn er namelijk niet zoveel van. Daar gaan we. Ja. Nou, ik benadruk net al dat Jari behoorlijk was lawaai, maar de vogel die we nu gaan zien, die maakt dat helemaal niet. En dat is ontzettend belangrijk voor die vogel. Want die jaagt namelijk s'nachts en de schemering. En dan zijn er natuurlijk diertjes die hij dan vangt, die mag natuurlijk heel goed luisteren. Die zien het toch ook niet zoveel. Dus op die manier maakt hij eigenlijk gebruik van zijn stille vlucht. Oh, kerkuiltje. Is Q. Q is ons kerkuil. Mijn vingers. Kerkuilen komen ook in Nederland voor. Je ziet ze niet zo heel veel. Maar dat komt natuurlijk omdat ze vooral s'nachts leven. Q die heeft iets heel bijzonders. Hij heeft namelijk hele mooie oortjes. En dan kunt u heel goed aan de voorkant van de kop zien. Het zijn namelijk een soort twee schotel antennes aan elke kant van de kop. En op die manier glijden ze eigenlijk het geluid naar de oren toe. Dan kunnen ze heel plaatsgericht dus zoeken naar een prooi. En dan filteren ze eigenlijk...